bouwsector hebben we een aantal uitdagingen te gaan. Er is een stikstofprobleem, er is woningnood, er is een klimaatcrisis. En daar hebben we ook als bouw een verantwoordelijkheid in te nemen. Zo hebben we met z'n allen het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. En dat wil zeggen dat wij een bijdrage moeten leveren aan reductie van CO2. En als bouw hebben we daar een heel grote invloed op. En dat kan onder andere door te bouwen in hout. Deze uitdagingen hebben ons als Cirkelwood geïnspireerd om de houtkernbouwmethode te ontwikkelen. Het is een methode die duurzaam is, waar je licht en snel mee kan bouwen. We staan hier bij de knopen van de houtkernbouwmethode. Deze knopen is eigenlijk het vernuft achter de houtkernbouwmethode. Hiermee kun je stapelen tot 70 meter hoog. De houten modules die bestaan uit een houten vloer en ook zelfdragende houten kolommen. De wanden zijn niet dragend, dus daardoor kun je makkelijk twee modules tegen elkaar aanzetten en één grote ruimte creëren, waardoor je ze flexibel in de toekomst ook weer aan kan passen. Met de houtkernbouwmethode zijn verschillende projecten mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld hotels bouwen, kantoren, gestapelde bouw voor woningen en ook scholen. Het is een bouwmethode waarmee snel en flexibel gebouwd kan worden op verschillende locaties. Van kleinschalig tot grootschalig bouw. Kortom, met de houtbouw is alles mogelijk.